Je wil een meubeltje met krijtverf schilderen. Hoe doe je dat? Een lijst met alle benodigdheden en een stappenplan kun je na afloop van de film vinden op histor.nl. Daar gaan we. Plak en dek alles wat je niet wil schilderen af. Maak het meubeltje vervolgens met warm water en histor-ontvetter voor het schuren grondig schoon, zodat de verf goed hecht. Dan het meubeltje schuren en goed stofvrij maken. Gronden is bij krijtverf niet nodig. Roer de Histor krijtverf eerst goed door en schenk voldoende in een verfbakje. Zet de tafel op zijn kop, zodat je eerst de poten en onderkant met een kwast kunt verven. Draai hem daarna weer om voor het behandelen van de bovenkant. Gebruik blokjes onder de pootjes, anders plakt het vast en krijg je beschadigingen. Gebruik een spalterkwast en maak dikke kwaststreken voor een extra oude look. Na het drogen van de krijtverf kun je verschillende effecten creëren. Voor een doorschuureffect schuur je de bovenste laag plaatselijk door tot de kleur eronder zichtbaar wordt. Als je de ondergrondkleur niet zo mooi vindt, kun je ook zelf twee verschillende kleurlagen over elkaar aanbrengen. Heb je de kwast later nog nodig? Wikkel hem dan in folie of plastic. Anders laten indrogen en weggooien. Check histor.nl voor extra inspiratie, het stellen van vragen en de verfkluswijzer met stappenplan en benodigdheden. Veel plezier bij het schilderen met Histor krijtverf. Dat is het betere werk. Histor.